Goedemorgen. Wij zijn hier bij op de stal van de familie Volmer in Lunteren. En we gaan beginnen met de keuring. We hebben vandaag een 18-tal paarden. En we beginnen met nummer 1, Mitske T. Dat is een premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Voor opnamestamboek en eventueel sterverklaring. Mitske T is 1 meter 64, 1 meter 64. De vader is Pier. De vader van de moeder is Remmelt. En de fokker en eigenaar is de heer E.G.M. Timmer uit Bredenbroek. De uitslag van paard nummer 1, een 8-jarige merrie. Het is een wat klassiek type, wat wel grootramig. Allemaal ietsje, het hoofd zou ietsje mooier kunnen zijn, maar wel weer een lange hals. Wat gerekt in het middenstuk. Dat zouden we graag ietsje mooier aangesloten zien. Beenwerk is ruim voldoende kwaliteit. Stapt heel ruim, met heel veel tact. Zou nog ietsje meer het op kunnen tillen, maar hij heeft toch heel veel ruimte. En ook in de draf loopt hij goed over de benen en heeft hij ook een krachtig achterbeen. En alles tezamen wordt hij opgenomen in het stamboek en sterren met een tweede premie. Voor een 8-jarige merrie, heel mooi. Gefeliciteerd.
de uitslag van paard nummer 2. Een paard met veel rasuitstraling, goed statuur. Zou ietsje mooier kruis kunnen hebben, iets langer en iets minder hellend. Maar verder goed gebouwd, goede verhoudingen. Beenwerk, ze ietsje gehoekt en voor ietsje toontredend, maar wel goede droge kwaliteit van spronggewricht. In de stap zouden we graag nog iets meer tact willen zien, tactzekerheid. In de draf heeft hij een heel krachtig achterbeen, zou nog iets meer ruggebruik kunnen laten zien, maar wel een hele goed bewegende merrie. Wordt opgenomen in stamboek en ster met een tweede premie. Nummer 2 is teken in de studboek met de second premium. Dan gaan we naar paard nummer 3.
de uitslag van paard nummer 3, nummer 3. Een paard met mooi front, goed rastype, mooi hoofd, heeft ook een hele goede neklengte. De bovenlijn is goed, is ietsje neerwaarts gebouwd. Wel een hele mooie aansluiting met het kruis. Het beenwerk is van voldoende droge kwaliteit. In de ietsje kleine hoeven. In de stap maakt hij wel veel ruimte en ook heeft hij een actieve stap. In de draf zouden we graag heeft hij een hoger ritme en zouden we graag iets meer draging zien. Maar door zijn goede ras en bouw en zijn goede stap wordt hij toch ster en opgenomen in het stamboek met een tweede premie. Horse nummer 3 is taken in het studboek en star with a second premium.
De uitslag van paard nummer 4. Een paard met een jeugdige uitstraling. De hals zou ietsje verticaler kunnen zijn. De bouw vinden we de bovenlijn ietsje strak. Dus in de lenden zouden we graag wat meer soepelheid zien. Beenwerk is wel van voldoende kwaliteit. In de stap missen we vooral de kracht op dit moment. Dus het moet meer doortreden, meer buiging in het spronggewricht laten zien. En in de draf zien we graag dat hij de bovenlijn toch wat meer loslaat. En ook meer de achterhand onder de massa plaatst. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 4 is taken in een studboek without premium. Een sprekend hoofd. Er zou misschien ietsje verticale hals mogen hebben. De bovenlijn is goed. Mooi schuin schouder. Iets afhellend kruis, maar wel voldoende lengte.
Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ietsje sabelbenig, maar verder vrij correct. In de spronggewricht ook. In het voorbeen ietsje toontredend, maar toch van degelijke kwaliteit. In de stap heeft hij wel ruimte en takt, maar zien we graag wat meer buiging in de sprong. En op de draf loopt hij iets op de voorhand. Zou hij ook meer oprichting mogen laten zien. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 5 is taken in het studboek bij de third premium. De uitslag van paard nummer 6. Een paard wat ietsje horizontaal gebouwd is en misschien wat in verhouding wat weinig nek. Zou wat meer afbuiging mogen laten zien in het front. In de bovenlijn mist hij eigenlijk een beetje de verhoudingen. Hij is wat strak op de bovenlijn. De standen van het beenwerk achter is hij nogal gehoekt. Verder is het wel genoeg voldoende droog. In de stap zouden we graag wat resoluter zien en wat beter aansluiten voor achterbeen. In de draf loopt hij wel opwaarts, maar zou hij meer draging mogen laten zien. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse nummer 6 is taken in het studboek without premium.
Dan ga is iets gespannen. Deze kant op, hierheen. De uitslag van paard nummer 7.
Een paard met een prachtig rastype. We hebben ook veel behang, maar ook een hele mooie Friese uitdrukking. Een mooie opzet. Goede bovenlijn, mooi in verhouding. Het beenwerk is voldoende kwaliteit. Helaas stapt hij onregelmatig. En dat blijft hij ook doen. In de draf heeft hij wel heel veel schwung. En wil hij ook wel, heeft hij veel impuls. Zou wat meer draging mogen. Maar het probleem om hem vandaag op te nemen is de stap. Hij wordt niet opgenomen in het stamboek. Horse number 7 is not taken in the studbook because of the quality of the walk. Very nice mare with good racial type, good conformation, but unfortunately not regular in the walk. Heel goed. De uitslag van nummer 8, een paard met een aansprekende voorhand, ook ruim voldoende behang. De bovenlijn is ook goed, ietsje neerwaarts gebouwd, maar mooi lang driehoeksmodel, mooie lengte in de bovenlijn. Beenwerk zou iets droger in het spronggewricht mogen zijn. In de stap is voldoende takmatig. Zou nog iets meer buiging in de sprong mogen laten zien. Maar hij heeft een mooie takt. In de draf loopt hij op eigen benen, zoals we dat zeggen. En in de bochten ook laat hij heel mooi natuurlijk vermogen tot draging zien. En ook goede onderbrenging van de achterhand. Wordt opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie.
Horse number 8 is taken in the stud book with a second premium star. Dan paard.
De uitslag van paard nummer 9. Aansprekend paard. Goed rastype, veel behang. Voldoende halslengte. Voldoende uitdrukking in het hoofd. Goed geleid, goede bovenlijn. Ietsje afhellend kruis, maar verder heeft hij een sterke rug. Het beenwerk is wat te gehoekt. Het zou ook iets correcter mogen zijn in het voorbeen. In de stap heeft hij ruim voldoende tact. In de draf heeft hij goed over de benen, maar mist een beetje het schakelend vermogen. En loopt dus iets op de voorhand. Goede draf. Alles tezamen goed genoeg voor opnamestamboek ster met een tweede premie. Paard horse nummer 9 is taken in de studboek met een second premium. De uitslag van paard nummer 10. Ik had net niet vermeld dat dit paard een IBOP heeft van 77,5 punten. Dus heeft een IBOP of 77,5 points. Het rastype heeft veel behang, maar wel een wat zware aanzet. Zou ik ietsje meer nek mogen hebben. Bovenlijn is ruim voldoende, zeker voor een 9-jarige merrie. De beenwerk is voldoende kwaliteit, ietsje recht in het achterbeen. Hij zou ietsje droger mogen, stapt met heel veel tact en heel veel souplesse in de bovenlijn. En draaft voldoende, zou wat meer draging mogen laten zien.
Wij mogen ook de cijfers meenemen van de stap en de draf en de IBOP. Die waren 7,5 en een 7. Alles tezamen is goed genoeg om te worden, een ster te worden met een tweede premie. Gefeliciteerd. Horse number 10 is getting a second premie in star. De uitslag van paard nummer 11. Een paard met heel veel rastype, een hele mooie hals. Goede bovenlijn, goede verhoudingen, ook voorhand, middenhand, achterhand. Het beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Stapt met heel veel souplesse en heel veel ruimte, zoals we het heel graag zien. In de draf heeft die krachtige achterbeen, zou nog iets meer oprichting mogen laten zien. Maar alles tezamen goed genoeg voor een eerste premie en de uitnodiging voor een volgende keuring. Aan het eind van de rubrieken. Horse number 11 has got the first premium. Dan gaan we naar nummer 12.
ook een paard met veel rasdiepe. Goede uitdrukking, mooie Friese uitdrukking. Lang gelijnd, goede verhoudingen. Beenwerk is ruim voldoende kwaliteit. Iets zou ietsje droger kunnen. De stap heel ruim. Met veel takt en ook in de draf heeft hij goed zweefmoment. Zou het voorbeen misschien wat verder weg mogen zetten, maar het achter brengt hij ver onder. Krijgt een eerste premie. Horse nummer 12 is getting a first premium. Paard nummer 13 is een kapitale merrie met veel rastype, ietsje klassieke uitstraling. In de bovenlijn is goed, in het kruis is wat afhellend. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit, ietsje gehoekt. Stapt met heel veel takt, mooi voorbeen en een goede afdruk van het achterbeen en ook voldoende souplesse in de bovenlijn. In de draf heeft hij ook krachtig achterbeen, zou het voorbeen nog iets verder mogen uitleggen. Krijgt een eerste premie. Horse number 13 is getting a first premium.
stellen we hem op. Hierheen, hierheen. Een paard met heel veel uitstraling, enorme hals, een enorme aanzet, een enorme halslengte. De bovenlijn is wel goed, is ietsje arm bespierd, maar verder zijn de verhoudingen goed en de brug is er ook. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, ietsje stijl gekoot achter. En de stap zien we graag meer afdruk en ook meer souplesse, meer activiteit. In de draf heeft hij wel een mooi oprichting en zweefmoment, maar zou meer draging mogen tonen. En ja, voor een eerste premie telt de beweging heel erg mee, dubbel natuurlijk. En vandaar dat hij niet wordt uitgenodigd. Horse number 14 is not invited for a next inspection. It's good movements, but not good enough for a first premie.
paard nummer 15. De goed rastype Royal Front. Ietsje meer uitdrukking misschien in het hoofd kunnen hebben, maar verder een mooie opzet. De bovenlijn is voldoende sterk, ietsje strak op de lendenen. Kruis wat afhellend, maar wel voldoende brug. De beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. In de stap zouden we graag toch meer flexibiliteit en meer ruimte willen zien. De draf heeft een goed achterbeen, maar alles tezamen wordt niet uitgenodigd voor de volgende inspectie. Horse nummer 15 is not invited for a next inspection. Stel hem maar op.
De uitslag van paard nummer 16, horse nummer 16. Imponerend paard met een front. Die moet niet verticaal in de halsstand, hè, want je moet natuurlijk wel kunnen afbuigen, maar het is een plaatje om te zien. Ook de bovenlijn is goed. Beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. Is droog en een goede stand. In de stap zouden we graag wat meer buiging in de sprong en ook wat mooier aansluitend zien. Was wel takmatig. In de draf heeft hij heel veel actie, komt hij mooi omhoog van voren en heeft ook een goed achterbeen. De afloop van het voorbeen in de draf zou wat correcter mogen zijn. Maar alles tezamen wordt deze hengst ster. Horse nummer 16 is getting star.
rustig, rustig. Goed zo hoor. Braaf. Ik wel, ja. De uitslag van paard nummer 17. Een paard wat iets zwaar is in de aanzet. Dan zou ietsje lichtere hoofd-halsverbindingen kunnen hebben. Iets lichtere opzet, aanzet van de hals. Wel een heel mooi hoofd en ook heel sprekend. De bovenlijn is correct. De beenwerk is ook ruim voldoende kwaliteit. De stap zien we graag wat meer takt en wat meer resoluutheid in de takt. Daarentegen de draf heeft heel veel schakelend vermogen en komt mooi omhoog in het schoft. Prachtig voorbeengebruik wat mooi ver uitgelegd wordt en een heel krachtig achterbeen. Alles tezamen wordt die ster gefeliciteerd. Nummer 17 is Getting Star. Normaal, hè? Ja. Thank you.
de uitslag van paard nummer 18. Een paard wat in het front, wat de onderhals heeft, maar wel uitdrukking heeft. In de bovenlijn sterker zou mogen zijn in de aansluiting. De rug is wat week. Goed beenwerk heeft, heel droog, goede stand. Een zeer actieve stap met veel souplesse. En met een draf die heel mooi op het achterbeen terugkomt. Ja, op alle fronten heel veel kracht laat zien, maar ook souplesse en zweefmoment. En vanwege die goede draf krijgt hij ook een eerste premie. Een ster opgenomen in stamboek. Wij gaan weer beginnen met de paarden die een eerste premie hebben gehad. We beginnen met paard nummer 18, een driejarige merrie. En dan gaan we verder met 11, 12 en 13. Nummer 18, Frederik van de Elsenehof. Vader Omer, de vader van de moeder is Heidse. De fokker is Nijhoff uit Markelo. En de eigenaar is Vrolijk uit Ommeren. En de ABFP-test 77 onder het zadel en 78,5 aangespannen. Nummer 18, 3 years old mare, Frederik van de Eisenhof. De uitslag van paard nummer 18. Een paard wat zich heel goed laat zien in beweging. Maar in de bovenlijn voor een driejarige merrie toch wat week is. En de cijfers van de ABFP niet zodanig compenseren boven de 83. Dat die kroon zou kunnen worden. Dus een mooie eerste premie merrie zou sterker in de bovenlijn moeten. Of hogere cijfers voor de ABFP of IBOP. Dankjewel voor de presentatie.
Doei. Dan de uitslag van paard nummer 11. Paard met veel rasuitstraling, goede bovenlijn, mooie verbindingen, correct beenwerk. Stapt met heel veel souplesse en heel veel ruimte en tact. In de draf loopt hij goed over de benen. Zou misschien nog net iets meer oprichting mogen laten zien. Maar alles tezamen wordt hij voorlopig kroon. Gefeliciteerd. Nummer 11 is getting professional crown. Good racial type, nice conformation, good connections. The quality feet and legs is good. In the walk especially, a lot of room and suppleness. In the trot, good over the legs, could have a little bit more uplifted front. Altogether, professional crown. Paard nummer 12,
Het is een paard met veel rastype, goede bovenlijn, mooie Friese uitdrukking. Goede verhoudingen, ietsje, het afhellende kruis stooit iets, maar verder is het een sterke bovenlijn. Het beenwerk is ruim voldoende kwaliteit. Hij stapt met veel ruimte, veel souplesse in de rug. En in de draf heeft hij goed gebruik van beenwerk. Zou hij nog iets meer oprichting mogen laten zien, maar alles tezamen is goed genoeg om voorlopig kroon te maken. Gefeliciteerd. Horse nummer 12, Professional Crown. Because of good quality racial type and conformation. And especially the walk, very good quality. Also good over the legs in the trot. Congratulations. De uitslag van paard nummer 13. Paard met ruim voldoende rasuitstraling. In de bouw zouden we graag het kruis wat mooier zien en ook de aansluiting met het kruis. Beenwerk is voldoende droog, ietsje gehoekt. Stapt goed met veel ruimte en tact. In de draf heeft hij ook goed over de benen. Zou misschien nog iets meer front kunnen maken. Maar vanwege de bouw en ook de geen compenserende cijfers van de IBOP, heeft 77 punten. Wordt hij niet kroon. Mooie eerste premie Mary. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze keuring. En hebben we een mooi resultaat geboekt. Fijne locatie, goed weer. Dank jullie wel weer familie Volmer uit Lunteren. Mijn collega Manuel Gasling. En tot ziens.